Goedemorgen zonder zorgen. Daar zijn we weer met een update video van Gun. Ik vind haar leuk. Ja. En ik heb het jullie vorige keer gevraagd. Weet je wat, moet ik Gun precies hetzelfde eruit laten zien als Riley of totaal anders? De meningen waren een beetje verdeeld, maar toch waren de meesten die zeiden, joh, maak daar gewoon een heel ander karakter van. Misschien is dat ook wel leuk. Kijk, het voordeel is, we kunnen alle make-up en zo gewoon in onze kast bewaren. Dus we kunnen er gewoon van maken wat we willen. We gaan even kijken wat voor missie zij heeft. Wiens paard is dat? We moeten naar Kaan, naar Manege Silverkleed. Nou, daar zijn wij in de buurt. We gaan even kijken. Kom, peertje. Mijn paard is nog steeds niet zo heel erg snel. Ik moet ook echt wel een keer een race gaan doen met dit paard. Ik weet ook eigenlijk niet waarom ik Diamond Runner steeds neem en waarom ik niet gewoon even een ander paard pak. Nou vind ik de Andy's ook wel heel erg leuk. Zo, Max is gewoon verder, hè. Ik ben gewoon nog level 7 met Gun. Maar niet zoveel uit. We gaan gewoon met de Andy. En we gaan naar het landhuis van Silverglade. Ja, jullie zeiden van, ik had niet verwacht dat er ineens nog een video online kwam. Ik ook niet. Ja, en dan kom je eigenlijk gelijk een beetje op in mijn hoofd terecht. Bij mij gebeuren vaak de dingen allemaal spontaan. Dan bedenk ik ineens iets en denk ik, oh, dat is een leuk idee. En dan doe ik dat. Ja. Vaak zijn dat ook wel de leukste ideeën. Dus weet je, ik was toch haar levels omhoog aan het werken. Dus ik dacht, waarom doe ik dat niet gelijk even opnemen en dan op YouTube zetten. Dat kan gewoon. Dat kan gewoon. Kaan. Kaan is nog best een beetje lelijk, als ik dat zo mag zeggen. Waarom kwam ik niet op... Oh ja. Dat paard ziet er bekend uit. Oh ja. Ik moet aan Tira vragen wie dat is. En Tira. Dat is mazzel dat ik deze missies pas heb gedaan met Max. Samen met een aantal van jullie. Dan weet ik waar ik heen moet. Dat is handig. Ik weet toevallig dat dit Tira is. Haha. Wie is Kaan? Do you know that? En dan moeten we zeker weer terug. Ja, natuurlijk. Ik vind eigenlijk de hoofdmissies... waar ga ik heen? Nee, niet tegen het hekje aanlopen. De hoofdmissies vind ik eigenlijk wel leuk. Ik vind de bloemen plukken, bijen vangen, weet ik veel. Dat vind ik gewoon nooit zo heel erg leuk. Sabine blijft staan. Sabine blijft staan. Waarom gaat ze oma in hemel? Sabine. Blijf eens staan. Ik ga op jou klikken, meisje. Dankjewel. Zij kijkt echt zo boos. Zie je niet? Even kijken. Vraag Tira naar het parcours van het Zilverkleed Landhuis. Oh, dat moet ik hier dat parcours rijden. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Dan kan ook mijn peertje een beetje in de level omhoog. Dat kan ook geen kwaad. Klik. Ja, bla bla bla. Dan moet ik zeker... Why is that? Waarom zit ik nou gewoon niet op te letten? Had zij er nog wat? Nee, volgens mij moet ik gewoon hierheen. Ik zit gewoon niet op te letten, maar dat geeft helemaal niks. Maar ik moet hierheen, daar heb ik wel gelijk in. Als zij heeft die trekkenner, die is zo leuk. Gloria. Hoep. Ja, mag ik het zilverkleed parcours? Nou, gelukkig kan ik deze al een beetje. Dat scheelt weer. Dan heb ik redelijk snel gedaan. Kan mijn paardje ook een beetje omhoog. Zijn jullie Gun wel eens tegengekomen? Ja, ik ben niet zo vaak met Gun online, hè. Nee. Maar ik denk dat het wel leuk is, weet je. Ik ga Gun gewoon af en toe ook eens gebruiken in de TikToks en alles. Dat maakt niet zoveel uit. Hey, ik ben de enige die... Daar krijg ik wel eens een vraag op. Er zijn er nog meer mensen die op jouw account spelen... Maar dat is dus niet het geval. Eigenlijk ben ik de enige die op mijn account speelt. Vroeger wel. Ik denk tot een 2 jaar geleden of zo. Een jaar geleden speelde Jenna ook nog wel eens een keer op mijn account. Maar zij heeft nou zoveel vrienden en de eigen club en op haar account. Dat ze eigenlijk niet meer op mijn account speelt. En dat kan ook niet. Trouwens, ik vind het nu ook niet meer, niet meer zo nodig. Wie ook niet op Gun trouwens. Kom maar. Kom maar. Welke race vinden jullie het moeilijkst van heel Star Stable?
Ik vind die van Jasper echt heel moeilijk. En Epona vind ik heel erg moeilijk. Oh, en welke ik ook heel moeilijk vind, dat is die IJslander Race of zo. Dat is ook een Epona met dat tulten. Nou, dan gaat het niet lukken, niet. Ik ben daar niet zo goed in. Ja, dat hoeft ook niet. Eigenlijk moet je ze gewoon, hoe vaker je ze doet, des te makkelijker ze worden. Maar dat gebeurt bij mij niet zo erg vaak. Nee. Wow, joh. Kom maar. Ietsje harder graag. Kom op, gun. You can do this. You can do this. Ze gaat echt langzaam. Sabine staat gewoon hier met haar chagrijnige hoofd. Pauline, ga jij mij eens even vertellen, meisje? Nou heb ik alleen en nog niet mijn paard. Moet ik hem dan nog een keer rijden? Ik ga eerst wel even naar Sabine vragen wat zij nog te vertellen heeft. Hallo, Sabientje. Oeh. Antwoord Sabines vraag. Wat heeft zij voor vraag? Ik heb niet gekeken wat zij voor vraag had. Oké. Ga alsjeblieft naar Moorland. Geef de brief aan Justin. Ik ga met de paardentaxi. Ik ben te lui om te rennen. Echt te lui. Ja, echt. Ik ben moe. Het is ook nog best wel vroeg. Ik ben daar gewoon een beetje te moe voor geworden. Ja, hebben jullie al vakantie eigenlijk? Zitten jullie al lekker thuis? Hebben jullie vakantie? Wat gaan jullie deze vakantie nog doen? De Belgische kijkers onder ons hebben volgens mij al vakantie gehad. Gaan jullie nog wat leuks doen? Jenna heeft vakantie. Ik weet nog niet wat leuks gaan doen. Geen idee. Oké, we moeten naar Thomas. Kwiek, kwiek, kwiek. Thomas, waar ben jij? Ik moet hier niet heen. Ik moet naar de andere kant. Hij staat daar ergens volgens mij. Even kijken, als het goed is, staat hij op een hele dikke tinker. Daar staat hij. Ik heb hem. Yo. Stop. Thomas. Vertel mij. Wat wil jij aan mij vertellen? We gaan snel naar Starmoorland om Justin tegen te houden. Oh, yo. We moeten heel hard rennen naar Justin. Justin. Kom eraan. Stop. Je moet niet weggaan. Ja, mijn paard vindt dat ook. Maar hij is al weg. Ben ik bang voor. Ik ga even naast Thomas staan, want ik denk dat hij het heel moeilijk heeft. Thomas, vertel mij eens, jongen. Dit is echt prutje, hè? Ik snap jouw probleem. Je hebt het zwaar, hè? Vadersvrees. Drama. Ga terug naar het landhuis. We moeten terug naar het landhuis. Nou, gaan we dat maar doen. Gaan we dat maar doen. Gaan we dat maar doen. En ik ga met de trailer. Want ik heb geen om zomaar even te rennen. 1, 2, 3, boom. 1, 2, 3, boom. Kijk, ik heb hier tenminste een beetje Jorvik Schilling. Die heb ik bij Riley nog steeds niet. Nee. Hallo, dat was een berichtje. Even kijken. Sabina, ben jij? Ergens. Oh, ik kan ook. Oh nee, dat is de barones. Die gaat mij wat vertellen. De barones. Hallo, barones. Squeak. Oh, ik moet een klein beetje dichterbij. Vertel mij eens, wat wil jij mij vertellen, Sabina? Retour afzender. Ja, ik wil dat allemaal weten. Ja, het is een vraag, de barones. Sabina. Sabina. Vertel mij over Sabina. Godfrey. Oh. Zat niet te lezen. Goeie zet. Squeak. Mijn boek naar jullie, maar ik weet niet zeker. Oké.
Nee, dit was het niet. Waar moet ik nou weer heen? Ik zit niet op te letten. Ik moet zeker weer naar... Oh, er zijn geen hoofdmissies. Vervanging voor de kat. Vraag om graan. Analyse voltooid. Oh, dit zijn echt allemaal stomme dingen. Oh, daar heb ik helemaal geen zin in. Nou, we gaan het maar even doen, want dan kunnen we, komen we weer verder. Oh, maar dan krijg je wel 65 uur vaccineren. Maar dat is nog wel... Of 65 XP, 12 uur vaccineren. Nou, ik moet naar de resultaten ophalen bij de dierenarts. En Silverglade. Let's do that. Ik ga met de trailer. Ja, sorry, ik ben echt... Vandaag heb ik een luie dag. Dat kan. Kan gewoon. Ik ga naar Steve. En ik heb Jorvik Schilling, dus dan maak ik niet zoveel uit. Nee. Ik ga zo even koffie pakken. Ik hou van koffie. Maar ik ben een grote meid. Dus dan mag dat. Ik ga zo lekker koffie halen. We gaan eerst even naar Silverglade. Silverglade, sorry dat jullie geluidjes horen. Mijn telefoon die staat gewoon aan. Meestal zet ik hem wel eens op stil. Maar ik wilde... Ik wil af en toe even de berichtjes kunnen horen als er iets aan de hand is. Hier ergens staat toch de dierenarts. Nee, die staat daar om het hoekje. Je moet daarheen. Dan moet je daarheen. En dan staat daar ergens. Ja, hier, kijk. Die mensen zijn allemaal die missie aan het doen van grote Bonnie. Ja, we zijn weer even verder. Wat heeft zij nou weer? Kom terug met de testresultaten. Wat is zij dan? Kijk uit voor de mensen van de GED op je weg naar Judy. Ik krijg een shirt. Okay, ik moet naar Judy. Dus dan moet ik weer naar de manege toe. Echt waar, jongens. Oké. Dan gaan we weer naar de manege toe. Oepsakeetje. Oepsakeetje, squee. Ho. Landhuis. Gaan we weer naar Judy. Gaan we dan maar weer naar Judy. Het is dat heen en weer krijg je hiervan. Even kijken. Quick. Judy. Judy, ik heb wat gedaan, meid. Ik heb echt een... Ik heb mijn best gedaan. Die Alex, die staat daar. Wie vinden jullie de leukste Soul Rider eigenlijk? Alex of Anne? Anne, hè? Of Lisa? Heb je nog meer? Anne, Lisa, Alex. Oh, ik weet het niet meer. Ik ben ze vergeten. Linda. Ja, Linda was het. Welke moet ik nou doen? Ik heb niet zo heel veel... Nou, ik moet echt... Nou, de hoofdmissie is in ieder geval klaar. Hier, die tekst loopt helemaal gewoon zo uit het vakje. Ik ga de volgende keer weer verder met een stukje update van de missies van Gun. Ze is bijna level 8, dus we zijn alweer een stukje vooruit. En ik denk inderdaad dat we gewoon Gun een beetje anders gaan aankleden dan Riley. Nou, ze ziet er al iets anders uit, hè. Ze heeft ander haar. En ze heeft nog geen bril. Misschien ga ik dat ook niet doen. Dan kan ik haar oorbellen in doen. Dat vind ik op zich ook wel leuk, want dat kan ik met Riley niet. Want als je de oorbellen in doet, gaat de bril af. Dat vind ik echt zo jammer. Ja. De volgende keer zal ik ook eventjes dit paard een beetje trainen. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Laat even onder in de reacties weten wat je nog meer leuk vindt. Wat Gun gaat doen. En dan wens ik jou nog een hele fijne dag. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doeg!